Hallo, dit is Scooters en Bellen. Iedereen kent Dieter Koppes als de sympathieke reisleider uit het schone Down the Road. Er zijn redelijk wat mensen die trouwens jaloers zijn op de deelnemers die met hem op reis mochten, omdat Dieter eigenlijk een all-in vakantie op zich is. Maar Dieter is meer dan een schoon poepje. Zo won hij in 2018 nog de prestigieuze TV Award voor Ontdekking van het Jaar. Wat raar is, want hij maakte al meer dan 10 jaar televisie. Zo was het blijkbaar niemand opgevallen dat hij ooit van de Zuid naar de Noordpool liftte of dat hij papa werd van 6 ganzen. Maar ik snap wel dat hij nu pas die prijs krijgt, want aan Dieter valt altijd wel iets te ontdekken. Dag Dieter. Siska. Hallo. Eleva, hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met u? Goed, goed, goed. Ja? Ja, die ontdekking, dat was eigenlijk meer de gasten van Down the Road, denk ik dan. Dat was meer de ontdekking dan... Ja, maar tuut, je mag het soms niet zo bescheiden zijn. Ja, nee, oké. Okay. Ja, wij waren de ontdekking. Jullie waren toch de ontdekking. Wij waren de ontdekking. Ja, zeker en vast. Ja. Ja, uw gasten van Down the Road, het tweede seizoen doet het ook heel goed. Ja, zalig, hè. Dat is weer al fijn om te zien dat heel Vlaanderen die in hun armen sluiten. Ja, echt, hè? Dat is echt kei tof. Ja. Is er ooit getwijfeld om een tweede seizoen te maken? Uiteraard. Ja? Ja, en je hoort dat ook zo. Hè. Dat is dan vaak bij mensen die dicht bij mij staan. Van, zeg, ja, dat eerste seizoen, keigoed, maar zo'n tweede seizoen maken, er is toch wel wat risico in. Hè. Kun je dat nog eens zo goed maken? Om dat te overtreffen dan? Om dat te overtreffen. Ja. Dus dan zit je automatisch een beetje met die zenuwen hè, naar zo'n tweede seizoen toe. Maar dan, ja, je hebt ook heel veel geleerd uit een eerste seizoen. Mm-hmm. En al dat neem je mee naar een tweede seizoen. Ja. En we zijn daar als makers ook weer in gegroeid. Ja. Ik moet zeggen, na 1 dag draaien hadden we allemaal zoiets van, oké, dit zit goed. Ja. 6 nieuwe gasten, heel een andere dynamiek in de groep. Ja. Dus we waren er allemaal van overtuigd, heel de crew, dat dat weer goed zou komen. Wat is het belangrijkste dat je had geleerd uit dat eerste seizoen? Het belangrijkste wat ik geleerd? Of, ja, dat we misschien net iets meer... bij het eerste seizoen proberen een kapstok te maken. Hè. Dus je weet niet waaraan u te verwachten, echt. Ik wist echt niet wat er op mij ging afkomen. Dus je probeert zo'n planning te maken met activiteiten en daar gaan we slapen en nog een activiteit. En ja, je moet met televisie naar huis komen. Ja. Dus je wilt dat ergens zo vol plannen. En dat was nu gewoon veel minder nodig. Ja. Omdat eigenlijk dat voor zich spreekt al, die ja, mensen. En gewoon de kleine dingen, zoals een postkaart schrijven naar huis, dat kan echt prachtig zijn. Of zoals nu in het tweede seizoen, we komen ergens toe. De trap. De trap, zonder leuning. De trap. Zo naïef dat wij zijn. Hè. Dus, ja, wij staan daar niet bij stil. Hè. Maar dat maakt dan wel dat je ineens 7 minuten televisie maakt over een trap zonder leuning. Moeilijk gegeven voor velen. Ja, moeilijk gegeven. Maar wij staan daar niet bij stil. Dus ineens is dat daar. En ja, daar moet je dan wel ruimte voor maken. En dan laat ook weer activiteiten ergens vallen. Ja. Dat zijn zo wel de belangrijkste dingen. Zo, ja. Je hebt het over de groep, hè? 6 nieuwe mensen. Jullie hebben ervoor gekozen om met een nieuwe groep te werken. Ja. En niet met de vorige groep. Hoe hebben Kevin en Co, zal ik ze maar noemen, daarop gereageerd? Goed, eigenlijk. In het begin was het uiteraard zo van, oeh, wat, mogen we niet mee? Maar als ik dan uitleg van, kijk, hey, jullie hebben een fantastische reis meegemaakt. Hè. Het heeft jullie leven echt veranderd, want dat is ook echt zo. Je moet de andere gasten toch ook gunnen? Hè? Ah ja, dat is waar. Nee, dat is echt waar. En allee, net voordat ik vertrok, 3 dagen daarvoor, in mijn bus een kaartje met al hun namen erop. Beste, lieve Down the Roaders, maak veel plezier met Dieter. Plaagde maar goed, wij hebben dat ook gedaan. Een dikke kussen van en dan al uw namen. Allemaal. Okay. Ben je dat echt zelf aan hen gaan vertellen dan? Ben je dat echt gaan uitleggen? Ik heb dat wel zelf gedaan. Ja, niet daarnaartoe gegaan, maar dat is dan wel via op momenten dat ik ze dan tegenkom. Is dat bij een Special Olympics dat ik was? Of een andere via Skype? En omdat ik wel voel van oké, dat gaat ter oren komen. Hè. Ja. Dus ja, dan wil je dat zelf wel brengen en kaderen, dat nieuws. Ja. Ja, wat heel nobel is van jou, hebben jullie nog veel contact? Ja, sowieso. Ja, veel mensen vragen dan, is er nazorg? Hè? Nazorg? Ja. wij noemen dat geen nazorg. We zijn gewoon heel blij dat die in ons leven zijn gekomen. Mm-hmm. En ik praat dan over zowel mezelf als de crew. Ja. En wij zien die regelmatig. Dus nu spreken we regelmatig af bij iemand van de crew om 2 afleveringen te bekijken. Zo hebben we vrijdag samengezeten bij de cameraman die ineens cast 1 en cast 2 uitnodigen. O, jong. En dan zitten wij daar dus met de 12 en dan heel de crew samen naar een nieuwe aflevering te kijken. En dat is keigezellig. Ja. Dolle feest. Dat moet zijn. Ja. Of storyfeest, dan zorg ik er zelf voor dat die er allemaal bij zijn. Ja. Ja. Het is hun feestje en
dan wordt dat storyfeest ook een graaf feest. Eindelijk een goed storyfeest natuurlijk. Echt, jouw plaats in de groep zoeken, is dat moeilijk in het begin? Het eerste seizoen, ik zeg het, je weet echt niet waaraan je te verwachten is. Je staat op, je weet dat die straks allemaal op je oprit worden afgezet en dat je samen in een busje stapt en begint te rijden. En ik weet hoe ik tegen mijn vrouw zei, mannetjes, wat gaat dat geven voor hetzelfde geld? Zeggen die niks tegen elkaar? Of, allee, geen idee. Dus ik had eigenlijk ook heel weinig ervaring met zo'n mensen. Hè. En dan, jongen, die komen op die oprit, eerste ontmoeting. Hallo, Kevin, ik ben Lore, 33 jaar, aangenaam. Hè. We gaan er een fijne reis van maken. En ik denk, oké, komt hier goed. Lore. Die auto die gaat van die oprit af. En die, ja! Die ging er af op. Gelijk een zot te brullen in die kennis. En denkt, ja, deze komt goed. En die zien we allemaal als de reisleider. Ja. Dus ja, kei goed. En die rol neemt op u als... Maar ook wel als beste vriend. En toch? Ja, je moet er ergens... Ja, ik ben er altijd al heel gewoon mee omgegaan. Mm-hmm. Ik ga die niet betuttelen of zo. Nee. Of dat is gewoon... Ik ga ermee om, gelijk met andere mensen. En ja, je zet die in hun houvast ook. Hè. Dus die moeten ook bij u terecht kunnen. En ja... Ja, regelmatig hoor ik nu ook in de tweede reeks de Maart zegt dan, ja, onze pluspapa. Oh jong, ja. Dat is die status al. Ja, ja, ja. Waar dan Maud dan op zegt van, bij mij niet. Oké. Okay. Terecht, hè. Dat is ook allemaal goed. En, want ja. Je moet mij zeker niet pluspapa noemen. Maar voor ja, Maart is dat zijn vader verloren 3 jaar geleden. Ja. Dus ja, voor hem is dat ook echt een heel zwaar verwerkingsproces geweest. Dat Tuurlijk. Gaat allemaal wat trager. En die reis, zijn mama zei het mij onlangs, die reis, dat heeft hem echt het doen verwerken. Zo. En dan ja. Ja, is dat wel natuurlijk wel een schoon compliment. Dan, als hij dan zegt van, is het mijn pluspapa? Tuurlijk. Slik. Ja. Ja, schoon, heel schoon. Heeft dat jou dan ook veranderd? Want je zegt wel van voor hen. Heeft dat echt hun leven veranderd? Voor jou ook? Ja, je kunt veel van die mannen leren. Hè. Dat is even de dingen relativeren. Allee, die is dat het belangrijkste wat je leert van hen? Relativeren, ja. En zo op de moment... kunnen leven zo, hè. Echt zo in het nu. Zo genieten van nu. Nu dat wij hier zitten, ik vind dat plezant. Hè. Ja. Dat is zo. En zou je dat vroeger niet gekund hebben? Jawel, maar je staat er net iets vaker bij stil of zo. Je denkt van, oh man, waar zijn we allemaal mee bezig? Hè. Soms gaat er zoveel in ons hoofd om. Hè. Ja. Allee, dat je thuis komt en je kinderen vragen je iets en eigenlijk zit ook niet echt aan het luisteren. Hè. Ja, maar nee. Dat ik wel denk van, Dieter, nu gaat het gewoon allemaal afzetten en Suzy zit hier voor u, luister even, want dat is heel belangrijk. Ja. Dus ja, daar sta ik toch vaker bij stil. Ja. En ik geloof zeker, als je dan thuiskomt van zo'n reis, dat echt nog vers en dat je echt wel wat anders bent. En vervaagt dat dan op een duur wel? Als je terug in de tijd thuis bent? Want iedereen zegt altijd, man, geduldig, jij hebt zo schoon, jij hebt een fantastische vader. En dan denk je, nee. Nee? Fout beeld. Oké. Ja. De Matthias bijvoorbeeld. Alleen om zoveel geduld en denk ik van, oh, ik ben zo slecht bezig. Hè. Maar ja, ik heb heel veel geduld, uiteraard, hè, met die gasten. Maar je moet die allemaal leren kennen en, mm-hmm. en je gaat ermee op reis. En je moet die hebben allemaal een andere handleiding. Hè. Wij zijn ook allemaal anders. Maar bij hen staan de knoppen toch nog net weer op wat andere plaatsen. Yeah. Dus je hebt daar ook heel veel geduld voor en ik moet daar ook niks voor doen. Dat is zo. Ik heb voor hen ook heel veel geduld. Maar thuis van uw eigen kinderen... die kende door en door en daar zit er gewoon veel korter mee. Nu ben ik de eerste maand als ik thuis kom, voel ik van, amai, ja, dan ben ik heel geduldig en kan ik zo net iets meer. Zo, ja. Maar na een maand vervaagt dat en dan... We gaan het even hebben over het begin van jouw carrière. Want die begon met een andere reis. Ja. Van de Zuidpool naar de Noordpool met jouw neef Matthias met een camera en 100 euro. Ja. Zalig, hè. Goeie idee. Heerlijk. Ja. Hoe is dat idee ontstaan? Wel, ja, eigenlijk daarvoor hebben we nog 2 andere reizen gemaakt. Ja. En dat was eigenlijk maar dit de derde. Was de grootste, dat was de grootste. Toch de bekendste ja, wel, waar, toch? Ja. Het is eigenlijk allemaal ontstaan. Ik heb grafische vormgeving gestudeerd. Ja. En tijdens mijn studies ging ik ook heel vaak liften. Als student, je hebt geen geld. En ik raakte overal met mijn duim, van bij mijn thuis, bij mijn ouders vertrok ik op kot en dan stond ik in Sint-Antonius te liften. En s'avonds kwam ik aan op mijn kot met mijn sportvakje. Ja, ik moest mijn bus niet betalen, dus kon ik een pintje meer drinken die week. Dus dat was meegenomen. Ja. En ik had altijd een heel fijn gesprek met die mensen. Ik vond het altijd een heel fijne manier om zo in iemand anders in de wereld te stappen waar je normaal niet in zou stappen. Ja. En dan
ja, dan begonnen zo de sport zo af van de ring van Antwerpen. Zochtens vroeger gaan staan en hoe ver kunnen nu geraken? Tot in Frankrijk. Hè. En de eerste keer eindigde ergens bij Lyon, maar op den duur was dat zo Perpignan of zelfs Barcelona dat je zo kon geraken. Je maakte er een sport van. En dan kwam het idee van, oké, ik ga als eindwerk een boek maken rond liften. Een maand liften van het zuidelijkste puntje van Europa, Malaga, naar Noordkaap. 30 dagen zonder geld, bij verhalen van de mensen die ik tegenkom, lifttips en dat al. En het was een familiefeest van Koppes, Matthias tegen. Ik zeg, ik ga dat doen. Allee, joh, ik werk nu juist voor TMF als presentator. Oh, gaan we daar geen tv van maken? Die is er allee, kijk, tof ideeën. Volgende week, ik probeer iets te regelen bij Len Doens, toen de programmadirecteur bij TMF. Dus volgende week, die week erna, hè, telefoontje. Dieter, kom maar jong, ik kom je ophalen en we moeten naar Nederland. Dus wij hebben twee naar Ginder gereden. Ik had echt zoiets van, whatever. En die programmadirecteur is van, ja, nee, kijk hoe we gaan dat doen. Hè. Jullie leveren een heel programma af, gemonteerd en al. Jullie krijgen de camera, jullie mogen die dan houden hè, als loon dat je meekrijgt. En je krijgt een vliegtuig. En je krijgt een vliegtuig. En jullie waren zo dom en zo naïef. Zo blij ook. Zo'n klein cameraatje dat die gesponsord hebben gekregen en waarschijnlijk nog geld erbovenop. Wij alles gedaan. Hè. Ik heb de grafiek gemaakt op mijn kamer. De Matthias op zijn slaapkamer. Heel dat programma gemonteerd. Echt? Ja, 8 afleveringen toen. Hè. Down the road. Ah nee, wat zeg ik down the road? The road ahead. Ja. De Road Ahead 1 dan. Dan hebben ze met TMF nog de fout gemaakt om ze aflevering 6 voor 5 uit te zenden. Machtig. Machtig, ja. Top. En dan, ja, werd dat goed bevonden hè, door de kijker. En dan vroegen ze, wil je nog zo weer doen? Uiteraard. Ja, dat is er ook een rol. Hè. Je bent jong. Je bent 21, 22 jaar. En je hebt zoiets van, ja, je hebt geen verantwoording te leggen. Je kunt alles aan. Hè. En dan zijn we gaan liften van Death Valley, dus het meest warme puntje in Amerika, naar het koudste, Barrow, Alaska. Mm-hmm. Ook weer een maand. En dan uiteindelijk de grootste reis, hè. Zuidpool, Noordpool. Ja. Ja, top, hè. De max. En wat heb je dan na die reis gedaan? Na die reis heb ik eens in mijn zetel gezeten. Mm-hmm. Of je wilt. Het moet niet dag per dag. Oké. Okay. We gaan even verder in de tijd. Ongeveer. Kan je zo wat schetsen? Wat heb je, want dat is dan... Dan ben je wel even... Precies in onze... Je bent nu dan heel hard teruggekomen, maar dan was je precies een beetje weg, hè? Ja, ik ben ook altijd gewoon grafisch vormgever gebleven. Ja. Dat eigenlijk in eerste plaats. Ik was als zelfstandige, dus ik heb dat eigenlijk altijd blijven doen. En dan kwamen wel heel veel vragen hè, van programma's. Dus dat was ook wel een tijd dat ze zoiets hadden van... Oké, we hebben hier een programma-idee en we plakken er een gezicht op. De die wil het niet. Maar zo kwamen ze wel met ideeën naar mij toe van hello, goodbye. Ah ja, juist. En ik dacht toen, ja, zo leer ik eens mijn echte cameraploeg werken en niet met een Matthias die mij zit te filmen. Hè. We zijn elkaar nog tegengekomen op de luchthaven ja, toen. Ja, jij kwam toen terug. Thomas ophalen. Jij kwam Thomas ophalen, inderdaad. Ja. En dan waren wij juist samen. Amai, ja, ik was vergeten. Ja, daar stond ik. Ja. Dus ik vond dat wel, daar heb ik ja op gezegd. Omdat één, die ervaring die met een ploeg. Gewoon, hè, ja. Plus, ja, je stelt u dat altijd wel, hè, je stelt die vragen altijd wel van wie loopt er hier rond en waarom. En, ja. Dus dat was een heel eerlijk programma. Mm-hmm. Dus vandaar heb ik daar ook ja op gezegd en ik vond dat ook heel tof om te doen. Ja. 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 Dus daar heb ik 125 dagen dat jaar op de luchthaven gestaan. Echt waar? Echt waar. In die aankomsthal, zo'n donker hol. Ja. Hoeveel seizoenen waren dat? 2, maar die werden direct achter elkaar gedraaid. Op 1 jaar heb ik er 125 dagen gestaan. Oh, maar dat is veel. Ja. Dus bijna een half jaar. Ja, dat was... Ja. Dat was pittig om te maken. Om dan eigenlijk zo weinig over te Heel veel verhaaltjes en dan heel veel last sneuvelt. Ja, ja, toch? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar nooit zoveel koffie gedronken in mijn leven. Oh, maar ja, jongen. Het zal wel. Uit je hele carrière, welke opname vergeet je nooit? Want je hebt heel veel verhalen, hè? De poolreizigers, al die momenten dat je daar meemaakt. Dat je bij de Inuit naar boven komt en mannen die zeggen van... Je klopt op een deur ergens bij de Inuit en er ligt zo'n opgekapte caribou voor de deur. De mannen doen de deur open en zeggen van... Wat doe je al? Ja, dat is voor televisie. En ja, wij gaan niet naar ons werk. We pakken jullie mee op de skidoo's, op het meest noordelijke punt. En ineens zitten er een beetje later in zo'n Eskimo-frak van hier tot in Tokio. En dan zit op zo'n skelet van een walvis bij die Inuit. Dat is een fantastische moment dat je nooit gaat vergeten. Nee, het zal wel. Maar evengoed, ja,
met Down the Road, met die mannen die brug oversteken of die helikopter. Of, ja. Of een trap opgaan. Of een trap opgaan. Proberen een trap zonder leuning te doen. Ja. Ook schoon. Ook schoon. Heel schoon. Zit hem soms in de kleine dingen. Ja. Ja. Wat vinden jouw kinderen van jouw programma's? Die vinden het allemaal wel tof, maar ze ook niet... Het is niet dat ze een graadmeter voor jou zijn of dat je ze hen dat eerst toont, zodat zij... En die kijken wel eens mee zo naar zo een ruwe montage of zo. Mm-hmm. En dan kijken die wel eens mee, maar dan... Ja, dan die maken daar niet meer van dan, of die zien mij niet als wauw, onze papa TV en zo. Alles behalve, want meteen Down the Snow. Hè. Mm-hmm. Ik was dan weg met Kevin en we kwamen dan terug gelift hè, van Lapland naar huis. En dan, ik belde na een paar dagen en zeg ja, en al wat kunnen zien en hoe leeft dat daar? Wat? Konden we filmpjes zien en zo? Ik had dat voor het allemaal gezegd. Hè. En die zitten dan een hele tijd op hun smartphone te tokkelen. Maar hun vader te maar hun vader volgen, dat was er blijkbaar. Te veel aan. Ja. Ik werd er heel hard uitgelachen door de ploeg. Ja. Ja. Word je ook uitgelachen als je op de cover van de tv-familie staat in je bloot gat en het heetste snoepje van het moment wordt genoemd? Want dat ben jij nu. Hè? Je bent nu ineens het eigenlijk... Niet te geloven. Nee, nee, ja, maar je bent het aaibaarste, maar ook het meest... Je bent de Bartel van Riet meets dan Brad Pitt of zo in Vlaanderen. Zo wordt er over jou gedaan. Hè? Ja, ja, dan denk ik nog altijd van... Raar. En zo zie ik mezelf nog altijd niet, dat mij overkomt ja, maar kijk, ineens. Ja, de wereld ziet u zo. Ja, en ineens overkomt nu dat. Uw moeder die laat weten van... Wat is deze, Dieter? Je staat hier op een meter lang, 10 boekjes met je bloot gat, naar mij te kijken. Het is toch fijn om te weten dat mensen jou en leuk en aantrekkelijk vinden. Dat ze je werk appreciëren, maar dat ze ook het leuk vinden om naar jou te kijken. Nee, nee, jawel. Dat is leuk, uiteraard, en complimenten krijgen en zo, dat zeker. Maar soms is zo'n overvloed aan complimenten, dan denk ik ook van, ja, dat is zo wat raar. Ik heb een beetje een raar gevoel bij, zo dat je denkt van, ik ben niet, ik ben geen heiligen of zo. Hè. Nee? Nee. Het lijkt zo wat. Nee, ik denk dat ik goed van inborst ben en, en dat ik heel veel goede doelen en zo genegen ben en dat ik wel goed in het leven sta en zo, maar... Ja, nu wordt dat soms wat opgeklopt, of als je zo te veel van die complimenten ineens hoort, dan denk je zo van... Maar dan, ik ben ook maar een gewone mens, hè. Die kan ook wel eens nukkig kan rondlopen. Hè. Ja, moet zijn, moet zijn. Je hebt jouw meest iconische tv-fragment aller tijden bij. Ja. Gaan we daar eens naar kijken? Graag. Kom maar even hier zitten. All right. Hier... Op mijn netvlies gebrand. Maar dat is precies mijn dochter. Is die? Ja, dat is echt zo dezelfde leeftijd. Een retro kapsel. Ja, die van mij is gewoon wat langer dan dat van haar. Ja, je hoort het al, hè? Dit, jongen, hoe goed is dat? Ja, ja, wanneer komt. Ja, ja, er komen sowieso schaapjes uit. Hè? Ja. Maar af en toe. Komt er dus ook een hondje. Een hondje, hè? Ja. En ik weet nog zo goed dat we altijd van kijk waren. Kom aan, wanneer komt dat hondje? Hopen en op die hier. Ah, nee, het is een poes. Er is ook iets met een hondje. Maar dus, ja, dat wist ik niet meer dat het ook met een poes was. Hoe goed is dat? Oké, jongen. Het is wel fijn om nog eens terug te zien. Hey, maar het komt terug ook, hè? Ja. Kijk, goed, hè? Vind je ik ga dat goed? Zeker kijken. Is dat niet gevaarlijk? Is dat niet gevaarlijk om zoiets iconisch terug te maken? Ja, daar kunnen wij niet kwaad mee doen. Ik weet dat niet. Is dat niet gewoon iets dat nostalgisch moet blijven? Het is te zien hoe dat ze het gaan maken. Hè. Ze moeten gewoon heel dicht hierbij blijven. Hè. Ja, maar dat gaat ook al niet. Hè? Ja, maar de beeldkwaliteit zo zal misschien niet meer dat zijn als je dit terug uitzendt. Nee, maar nee, ja, dat is waar. Maar zo, die kleuren en zo, dat moet toch ook anders zijn? Of zou het dat echt zo terug wat retro maken? Geen idee, maar... Ik zou wel graag eens een brainstormje doen. Ja? Ah, ja, hoe zou dat zijn? Om dat te mogen maken, dat is toch top. En dus dat, was het, dat is het meest iconische voor u aller tijden. Wanneer komt de hond of de poes van TikTok? Dat is het eerste waarvan ik dacht. Ja? Als echt een bewust kijkmomentje. Van, ja, dat, ja. Mm-hmm. Pas op, er zijn nog veel andere momenten dat ik nooit zou vergeten. Maar, nee, zeker. Ja. Ja. En niet het meisje dat met de vinger. Ook goed, hè? Prik. Oh, ook toch goed. En dan die boek dat dan zo dicht gaat. Ja? Ja, heel goed. Of dat limonademannetje. Oh, ja, dat beestje dat dan zo ergens van een kleur drinkt en zo heel kleur.
Niet gemakkelijk hier, ja, hè? Of zo die vakjes toem, 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 en dat je moet raden wat deze erachter zit. Dan zit er zo'n konijn achter, zo, of een cavia. Amai, oh, er gaat iemand veel plezier hebben binnenkort. Je zit om 16:30 voor hun tv. Ja, ik neem dat op, hè. Ja, ja. Je kunt dat programmeren. Dat is wel het voordeel, ja. Zijn er zo nog dingen die je echt zeker wil opnemen? Op de dag van vandaag dan? Dat ik wil opnemen... Of dingen waar je echt van zegt, van daar kijk ik altijd naar. Dat zijn nu mijn lievelingsprogramma's. Oh, nu is er zo niks. Studio Tarara ben ik nu aan het opnemen. Ja? Ja, de dag heb ik gekeken, vond ik wel heel goed. Dat was goed, hè? Amai, dat was echt goed gemaakt. Ja, straf. Amai, dat was goed. Straf, amai. Ik vond dat heel goed. En dat werd alleen maar beter, hè? Ja. Dat ging zo dat mega zo omhoog, hè? Ja, en mijn kinderen meegekeken, ja. Die vonden dat ook echt super spannend. Dus dat was wel leuk zo, om als gezin daarna te kijken. Waar. Dat was heel tof. En dan af en toe blijf ik ook zo hangen. Of als ik wel later inzap, ideale wereld, blijf ik ook altijd wel hangen. Mm-hmm. Ja, veel respect voor de makers. Ja, je werkt... Deeltijds eigenlijk. Deeltijds, ja. Allee, zelfs niet deeltijds. Ik vind dat heel straf dat je zo... 's ochtends eraan begint en 's avonds met een programma daar staat. En mijn moment is dat er zo bonk op. Mm-hmm. Ja, vind ik wel. Ja, dat is waar. Echt straf. Ja. Heb je zo één iemand waar je echt naar opkijkt dan? Nee, zo niet echt. Maar zo'n Otto-Jan Ham vind ik wel straf wat hij doet. Die blijft ook altijd zo zichzelf, denk ik dan. Mm-hmm. Ik ken hem eigenlijk persoonlijk niet, maar ik denk wel dat hij een heel dicht... Jij kent hij, hè? Mm-hmm. Is dat heel dicht? Blijft hij heel dicht bij zichzelf? Zo, ja? Op, ja, daar heb ik wel veel respect voor. Ja. En anderen... Kijk je bijvoorbeeld op naar jouw neef, naar Matthias? Ik vind als tv-maker? Ik vind dat wel knap wat hij nu doet. Hey, Rosa Blue, het productiehuis waar we nu ook Down the Road mee maken. Daar werken allemaal mensen die met hart op de juiste plaats, die tv maken op een hele juiste toon. Ik heb me nog nooit niet zo goed omringd gevoeld eigenlijk. En tv maken, dat is echt teamwork. Hè. Dat is echt, en ooit zijn een kameraad een keer van Dieter... Je moet zien dat je als gezicht van het programma de zwakste schakel bent. En dat iedereen anders beter is dan jezelf, dan gaan ze je allemaal optillen. En dat gevoel heb ik nu wel heel hard. Ja. Kent hij jou goed, Matthias? Ja, door en door. Die kent mij goed. Ja. Down the Road is ook een programma dat ze hebben bedacht als beginnend productiehuis op maat van mij. Ja. Just wat gaan we ons een Dieter laten doen? Waar is een Dieter gooien? Want je hebt het toch vaak over jezelf. Wat kan ik nu eigenlijk? Ja. Want ik voel mezelf geen tv-presentator. Als je dat moet opschrijven of als iemand dat zegt, ja. Ah, je bent een tv-presentator, dan denk ik, nee. Want ze zit mij niet in een studio. Of, en dan voel ik me zo wat klein worden. En, wat kan ik dan goed? Zo, mijn talent is dan blijkbaar... Ik heb bakken... empathie, denk ik. Maar dat is dan wel schoon dat iemand anders, gelijk een Matthias, dat dan wel ziet en aanvoelt. Ja. En dat eigenlijk dat kan inzetten voor een bepaald programma. Hè. Mm-hmm. En dat samen met die mensen waar ik nu mee op reis ga, dat is waarschijnlijk dat zo schoon is op tv. The match made in heaven. Matthias is gebeld. Haha. En we hebben een paar... dat is niet schoon, hè. Jawel. Oh. En we hebben een paar vragen gesteld. Jij moet raden wat hij erop heeft geantwoord. Wat is de vervelendste gewoonte van Dieter? De vervelendste gewoonte. Ik weet nog vroeger, als we met de Poolreizigers onderweg waren, zat ik wel vaak zo wat te schmikkelen en te smakkelen. En dan konden we zo... Dan zei hij, Dieter, jongen, stikt dus niet zo veel in uw mond. Gelijk. Maar ik weet niet wat hem dat nu gezegd gaat hebben. Als dat niet zo is, dan heb ik nu nog iets extra weggegeven. Ik ben benieuwd, ja. Een vervelende gewoonte van Dieter is echt moeilijk te vinden. Alleen, ik ben daar 4 maanden mee op reis geweest. Ik heb de meeste intieme momenten met hem beleefd. En ik stoor mij bijna nooit aan hem. Integendeel zelfs. Ik weet dat ik zelf heel irritant kan doen. En dat hij dan degene is die daar heel goed mee om kan. Dus ik vind dat er echt aan hem, net zoals dat je op televisie wel ziet, dat er heel weinig vervelend aan hem is. Dat is een... Ja, dat is echt heel saai. We gaan dat gewoon omdraaien. Ja. Wat is de vervelendste gewoonte van Matthias dan? Dat we toch iets mee hier hebben? Oh, man. Ja. Ik weet wel wat hij misschien nog vervelend zou gevonden hebben. Ja, er kwam de school niks binnen. Ja, ja, zo 's avonds, als we ergens waren, dan ging ik wel regelmatig zo een keer bij Matthias liggen voor zo. Ja, ik ben een knuffelaar. Serieus? Dat was mij nog niet opgevallen. Dus dat is zo. Hè,
in mijn onderbroekje, of als ik er een douche kwam zonder onderbroekje, zwerfjes met de matjas onder de lakens. En nee, nee, nee. En dan zo die hoofd vast. Ah, je knuffelt te veel, dat snap ik wel. Dat geloof ik nog wel. Echt zo te dicht bij iemand komen. Daarom zo, is dat ook goed voor u, die down the road. Je hebt mensen gevonden die misschien nog liever knuffelen dan jij. Dat is een uitlaatklep. En dan kom ik thuis en zegt mijn vrouw, en kun je terug tegen voor een jaar? Ja, echt hè? Knuffelen en kusjes geven. Ja, voilà. Straks een momentje nog. Ja, straks. Even? Zeker. Als jij wilt knuffelen, dan knuffel ik. Wat is het grootste misverstand over Dieter? Tja, dat van dat geduld. Ja? Dus dat je... Ah, wat dat Matthias gaat zeggen, was het grootste misverstand. Ja, ja, of. Geen idee wat dat moet zeggen. We gaan eens kijken. Het grootste misverstand over Dieter, dat is moeilijk te zeggen, maar ik had laatst een gesprek met hem dat ik zei, maar Dieter, man, jij bent volgens mij de allerbeste papa ter wereld. Als ik u bezig zie, dat jij met de mensen van Down the Road bezig ziet, dat is mijn hart breekt, want dan denk ik, man, ik moet echt veranderen als vader. Waarop hij zei, nee, maar wacht, Matthias, ik heb met mijn kinderen even weinig geduld als jij. Maar dat is, bij Down the Road is er een soort van chemie op de set, dat ik dan meer geduld heb. Dus hij vertelde mij, ik zeg dat niet zelf, hij vertelde me van, nee, maar ik ben ook een normale papa, gelijk de anderen. En het misverstand is nu dat iedereen denkt dat ik evenveel geduld heb met mijn kinderen als met de mensen van Down the Road. Dus dat lijkt me een van de grote misverstanden. Ja. Maar dat is het ook, hè, waar al die vrouwen voor vallen. Iedereen denkt dat je ideaal genetisch materiaal bent. Snap je dat jij zo de ideale vaderfiguur bent? En dat je ook nog wel een beer kunt schieten? En dat, je... dat is dat gewoon. Ja. Okay. Daardoor vallen al die vrouwen in zwijm voor u. Ja, maar als ik dan toch de mannen gerust kan stellen, echt waar. Je kunt geen beer schieten. Dat ga ik niet doen, een beer schieten. Nee, nee. Maar inderdaad, ja, gewoon... Ja, thuis heb ik ook met mijn kinderen minder geduld. Het was een troost voor Matthias. Ja. Toen ik het vertelde, ik zag bij hem een soort van relief. Ah ja, maar het is wel goed. Okay. Veel mannen gaan u niet leuk vinden, hè? Nee, nee, inderdaad. Omdat jij echt zo... Ah, oh, daar is hem weer. Bij deze, nou, die van ons gaan weer blij zijn dat hem op tv is. Ja. En die gaat zeggen, neem de voorbeeld aan een Dieter. Ja, echt, hè? Kijk, een Dieter doet dat wel. Gênant, ja, ah, nee. Zo wordt er over u gesproken, hè? Oh, stop er allemaal mee. Dat is echt een groot misverstand, echt waar. Ja. Belt mijn vrouw. Wat moet Dieter nog doen op tv? Geen idee. Dat wil ik wel graag horen. Dan weet ik misschien wat dat mijn volgende programma is. Een baas van een productiehuis, hè? Onthoud dat, hè? Okay, ja. Wel, ik hoop dat Dieter en ik ooit samen nog eens een programma kunnen doen. We hebben ooit samen de Poolreizigers gemaakt, waar we gelift hebben van de Zuidpool naar de Noordpool. Met z'n tweede, was enkel een cameraatje en Dieter en ik. En ik hoop dat we ooit de kans krijgen, ik weet niet wanneer, maar dat we ooit in ons leven nog de kans krijgen om samen nog eens op avontuur te gaan. Dat hoop ik ook wel. Ja? Ja, dat is zo'n droom die er al lang is. Ja. Want dan, ja, hij bij VTM, ik bij VRT, dan wisten we eigenlijk van ja... Het zal niet voor direct zijn. Het zal niet voor direct zijn, maar dat is altijd als we elkaar zien. We zien elkaar ook niet meer zo vaak. Alleen, nee? Nu wel regelmatiger, omdat je dan bij zijn productiehuis werkt. Maar zo, ja, allebei druk bezig. Hè. Maar, ja, je kent elkaar zo door en door. We moeten elkaar nog maar een blik gunnen, zelfs niet. Gewoon iets horen en je weet al hoe een ander gaat reageren. Ja? Of wat dat die denkt. Of, ja, dat is wel schoon. Zo echte soulmates. Ja, zo heb je er niet veel. Hè. Nee. En dat is uniek. Ja. En zou je dan een reisprogramma maken in dezelfde stijl? Heb je daar een soort van heimwee naar die Poolreizigers? Tja, ik weet ook wel dat we anders in het leven staan nu. Dat iets was van toen. Mm-hmm. Dat dan, ja, natuurlijk. Je hebt kinderen, je bent ouder. Dus je staat helemaal anders in het leven. Uiteraard verlangde naar terug zoiets. Hè, dat je gewoon zo... Ja, twee... YOLO. Ja, voilà. Voilà. Ja. Maar ja, wat het dan moet zijn, er zijn al heel wat ideeën gepasseerd en, die al terug in de frigo gestoken zijn. En wie weet halver een keer eens eentje uit die frigo. Ja. Hangt er een soort van concurrentie soms ook wel in de familie Koppes op familiefeesten? Nee. Als het gaat over kijkcijfers, over covers van de tv-familie, over... Nee, helemaal niet. Nee, we zijn altijd gewoon heel blij met hetgeen het andere kan doen. Ja. Ik weet wel zo, hè, na Hello Goodbye, ik had ook een contract bij VTM. Hè. Ik ben daar weggegaan omdat ik zoiets had van, dat ziet mij er niet zo goed. De programma's dat ze mij daarna aangeboden werden. Of we waren zelf heel net van alles aan het bedenken met z'n drieën, Matthias, Staf en ik. En ze van, laten we dat doen. Hè. Dus een programma vanuit onszelf laten vertrekken, waar dan nu
waar dat nu veel meer gedaan wordt en dat vaak veel mooier is, hè, als dat vanuit een presentator komt. En toen, net als ik weg was, kwam zo het lichaam aan kop, dus ik dacht van, oh, te domme, en ze kunnen het gaan maken. En dan was ik gezond jaloers, maar heel blij voor hen. Mm-hmm. En ja, de chemie tussen met twee, dat werkt zo perfect in dat programma. Ja. Dus ja. Maar op zich is dat heel gezond. Gaat het op familiefeesten vaak over televisie? Zoveel familiefeesten zijn daar niet zoveel bij elkaar op zien. Maar met kerstmis? Nee? Ja, nee, dan vier ik kerst met mijn broers en, de, en onze kinderen. En zij zitten samen met hun broers. Dus dat Oké. Het is niet dat jullie nog de neven allemaal samenkomen of zo? Nee, dat gebeurt zowel... Dat is een tijd geweest, zo, één keer in het jaar, dat we zo allemaal samen gingen kamperen. De Hoge Rielen, zo, iedereen zijn tenten mee en de kinderen. En doe maar op. Maar dat is nu wel even geleden, dus ja. 1 mei zien we elkaar allemaal terug. Ah, zie. Dat is een groot familiefeest terug, ja. Dat het zo lang geleden is. Dan is er veel om te bespreken, hè? Dan is er wel wat te bespreken. Wat als televisie ooit stopt? Als jij niet meer het heetste snoepje van het moment bent. Ja. En, over datum zo. Ja, wat ga je doen dan? Geen idee. Ga je gewoon terug grafisch vormgever zijn? Of iets helemaal anders? Of? Geen idee. Dus, ja, misschien ben ik dan ook gewoon grafisch vormgever af, hè, want er is dan ook weer zo jongere. Achter ons die ook gewoon fijne dingen maken, misschien in een jongere stijl en op een andere manier. Dus geen idee eigenlijk, maar ik maak me er ook niet zoveel zorgen om. Ik heb in het leven altijd al gewoon zo meegaan met de flow van het leven en mijn buikgevoel gevolgd. En tot nu toe heeft me dat altijd al gebracht waar ik moest zijn, waar ik oké ben. Maar pas op, dat als je wat ouder wordt, hè, is dat een andere zaak. Ja, en dat klinkt heel schoon, maar... Je hebt ergens toch een bepaalde ambitie. Je hebt toch ergens een bepaald plan. Niet zo hard eigenlijk. Ik hoop dat ik nog lang programma's mag maken als dit. Mm-hmm. Ik weet nu ook wel dat we nu even op een hoogtepuntje zitten. Mm-hmm. Hè? Dus dat zal waarschijnlijk nog wel eens dit doen. Mm-hmm. En dan op het einde dat. Dus ik verwacht mij daaraan. Als, als dat langer zo kan blijven gaan, uiteraard. Mm-hmm. Gaat dat mij gelukkig maken. Ja. Gewoon leuke dingen kunnen maken. Ja, heb je een bepaalde bucketlist? Om het dan met een stom woord te zeggen. Dingen die je zeker nog gedaan wil hebben. Niet per se op tv zelfs niet, maar gewoon in je leven. Ik heb zo aan de stiekem een droom om zo ergens nog zo een houten hut of zo te gaan bouwen in een bos. Ja, zo een klein hutje waar je met een kacheltje waar je kunt terugtrekken met het minimum aan luxe. Mm-hmm. Om de beer te schieten. Een buiten-wc, die deur open en zo op landschap een kachtje te kunnen draaien, dat is wel zo, toch een stiekem een droom nog ergens. Ja, daar zit een tv-format in, hè? Daar zit iets in. Daar zit iets in, hè? Ja. Allee, 10% voor mij, want ik heb het nu mee. Groot gemak. Voilà. Niet pieken, hè? Nee, niemand. Serieus. Niemand van ons, hè? Van ons, hè? Ik doe de catering. Is het waar? Nee, dat gaat triestig zijn. Hè? Boven een vurk, het gaat simpel zijn. Ja, altijd. Vandaag eten we pasta. Nog eens pasta. En nog eens pasta. Ik eet dat wel graag. Ja, pasta is lekker. Pasta. Ja. Taartjes zijn ook super lekker. Pak er eentje. Dankjewel, Dieter Koppes. Hey, graag gedaan. Merci om naar hier te komen. Knuffel. Stop met knuffel. Hoe gaat het? Knuffel? Nee, Koppes, laat me gerust. Dat is een mopje. Stel je voor, joh. Overal zo weinig. Knuffel met een bakker. Bedankt voor het brood. Knuffel. Oh, nee. Iedereen loopt al zo rap weg. Rrrt, gesloten. Hij is daar weer. Knuffel.